Het wordt lange afstandsonderwijs. Daarover is de minister van Onderwijs, Marie Levens, vrij duidelijk geweest op een Zoom-persconferentie. We spraken hierover met DNA-lid van de VHP, tevens voorzitter vaste commissie onderwijs, tevens als BVL-voorzitter Rishma Mangre over lange afstandsonderwijs. Mangre reageerde als volgt: voorlopig lange afstandsonderwijs. Mogen een reactie van u hierop? Hoe kijkt u hier tegenaan? Ja, dank u wel, meneer Ganesh. Inderdaad, de minister is uitgekomen, maar er zijn nog een heleboel zorgpunten in het onderwijs. We hebben in dat kader de minister gevraagd om vandaag in commissieverband een aantal vragen te beantwoorden. Ik ben de voorzitter van de vaste commissie onderwijs DNA en ik heb gemeend om de minister daar uit te nodigen om over een aantal punten te praten waarbij mensen nog hun bezorgdheid hebben. En er is heel veel ruis in die samenleving en die ruis ontstaat omdat er geen duidelijkheid is. Wanneer mensen niet weten wat ze moeten doen, dan ga je ruis hebben. Ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen. Vandaar dat ik de minister wil vragen of er een concreet plan is vanuit het ministerie. Als er een concreet plan is vanuit het ministerie, dan weten leerkrachten ook wat ze precies moeten doen. Ik ga u zeggen, ik heb zondag een Zoom-meeting gehad met de leden van de BVL en de ALS en ze hebben hun bezorgdheid geuit. En ik zeg, die mensen zijn de uitvoerders, toch? Ik heb de waarnemend directeur van onderwijs horen praten dat hij leerkrachten heeft benaderd. Tot nu toe weet ik niet wie de leerkrachten zijn. Als er 12.000 leerkrachten zijn en het ministerie zegt ze hebben leerkrachten benaderd, dan zou ik graag willen weten hoeveel van die 12.000 zijn benaderd. Want de leerkrachten met wie ik in contact sta of contact ben, die kunnen me niet aangeven dat zij benaderd zijn geworden. En op heel wat vraagpunten weten leerkrachten eigenlijk niet wat ze moeten doen. Vanuit het ministerie is dus een instructie gegeven dat er een afbakening moet plaatsvinden van de leerstof. Nou, curriculum is het instituut dat belast is met de afbakening van de leerstof. Zij zijn bij uitstek de professionals daar. Dus wij moeten vanuit het ministerie een duidelijk plan krijgen. Dit is de weg die we moeten koersen. Daar is ons doel. En dan kan je een stappenplan maken. En dat mis ik nog. Die communicatie vanuit het ministerie naar het veld toe, dat mis ik. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat die minister niet met 12.000 leerkrachten gaat praten, maar praat met de stakeholders. Ik heb in een aantal interviews gezegd van luister, we staan voor hele grote uitdagingen, COVID, maar laten we een nationale onderwijscongres organiseren, waarbij we alle koppen bij elkaar steken, deskundigen binnen het onderwijs, buiten het onderwijs, en dan laten we een koers bepalen. Waar willen we naartoe met ons onderwijs? En dan kunnen we kijken hoe het in de landen is gegaan, en dan kunnen wij onze eigen programma maken. En de leerkrachten zijn willing. Tot nu toe gaan ze elke dag in hun zak om internet te betalen. Ik wil een voorstel doen aan die minister. Precies zoals zorgverleners een incentive krijgen, al is het een 250, al is het 300, geef dat ook aan de leerkrachten. Toch? Want als die leerkrachten internet hebben, dan weet ik dat ze ervoor kunnen zorgen dat dat onderwijs gegeven kan worden. En dan gaan we een inventarisatie maken van scholen of van die 150.000 kinderen. Wie zijn de mensen die we echt moeten helpen om aan internet te komen? En dan zouden we geld kunnen trekken uit onze COVID-fonds om te zeggen van oké, dit is de groep die we moeten helpen, die nu uit de boot dreigt te vallen. En dan gaan we die gap kleiner maken. Want wat gebeurt er nu op scholen? De welgestelde ouders, die kinderen komen in een vooruitgeschoven positie. Want die volgen wel les, maar de grote groep doet gewoon niet mee. En ik denk niet dat het ons doel is om juist die groep uit te sluiten. We moeten die gap kleiner gaan maken. En ik denk dat het meer dan ooit tijd is dat we
onderwijs als prioriteit gaan stellen. Het onderwijs is jarenlang stiefmoederlijk behandeld geworden. We moeten gewoon de prioriteiten stellen. Laten we in zee gaan met TCT. Laten we gaan kijken. Ik begrijp dat de kosten misschien duur zijn voor Tillis. Maar laten we kijken. Laten we, er zijn genoeg ideeën. Laten we het bedrijfsleven ook vragen waar ze ons kunnen helpen. Als we allemaal gaan zeggen het is veel te duur, dan gaan we nooit een oplossing krijgen. En inmiddels dreigt dit schooljaar misschien straks verloren te gaan. Maar ik wil zelfs straks praten over een verloren generatie. Toch? Want als je vernieuwingen wil doordrukken, dan is het belangrijk dat de leerkrachten die het kloppend hart zijn van het onderwijs, dat je die betrekt. We hebben gezien bij een aantal vernieuwingen. Het was gedoemd te mislukken omdat de leerkrachten niet werden betrokken. Dus we moeten die leerkrachten gaan betrekken, wat meer inspraak hebben. Laten we gaan kijken wat er in het veld liep. En daarom is dat Nationaal Congres belangrijk. Laten we alle adviezen nemen, zodat we weten, dit is het plan dat we hebben en laten we dat gefaseerd uitvoeren. En kijken met COVID, hoe gaan we dat bijstellen? Want kijk, ik heb met mijn leerkrachten gesproken en toen hebben ze gezegd, voorzitter, op ons school moeten wij nu een inventarisatie maken van, om de leerstof af te maken. Maar zij zijn niet deskundig. Wat gebeurt er? Op school A heb je dat iemand districten belangrijk vindt. Op school B vindt iemand districten helemaal niet belangrijk. En ik zeg, we moeten dat kennisaspect niet loslaten. Kennis is de basis en daarnaast moet je die 21-eeuwse vaardigheden erbij doen, die competenties. Maar om die competenties te ontwikkelen is die kennis wel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld ook een adreskunde les neemt en je zou die leerling zeggen van oké, kleur de districten, dan heb je dat kind niet geholpen. Je moet de kennis die eromheen zit, moet je ook geven. Kun je de districten noemen van oost naar west? Welke is ons grootste district? Welke is ons kleinste district? Hoe heet onze kokosdistrict? Hoe heet onze rijstdistrict? Dat moet je allemaal bijleren aan dat kind. Want alleen maar districten kleuren, dat legt geen zodanig ding. En ik had allicht leefde in die samenleving dat de minister zou hebben gezegd dat er doorstromingsmogelijkheden zijn. Dus kinderen hebben zoiets. Waarom zou ik mijn best doen? Ik ga liever doorslapen, want toch ga ik eigenlijk gratis over. We moeten meetmomenten gaan inbouwen. Omdat ik altijd zeg, niet iedereen kan ingenieur worden, niet iedereen kan arts worden, niet iedereen kan bruggen gaan bouwen. Op den duur gaat er een selectie moeten plaatsvinden. En we willen straks niet voor een chirurg gaan staan en dat die chirurg niet eens weet waar je hart staat, waar je hart ligt om je te gaan opereren. Dus die deskundigheid is wel vereist. Kennis, kunde en skills, zeker in de 21ste eeuw, zijn die skills belangrijk. Wat ik ook heb gevraagd is bijvoorbeeld dat er een evaluatie gaat plaatsvinden. We weten dat we vorig jaar al hiermee te dealen hadden. We wisten dat er een enorm verlaging heeft plaatsgevonden. Bij mij gaat het erom, we moeten de kwaliteit blijven behouden. En om de kwaliteit te blijven behouden, moet je eerst een evaluatie maken. Ik wil het ministerie vragen, is er een evaluatierapport? Wat is er goed gegaan het vorige schooljaar? Wat is er niet goed gegaan? Wat moeten we beter doen? Zijn er kansen? Zijn er bedreigingen? En dan heb je een vertrekpunt. Maar als je weer gewoon wel iets weer gaat doen, dan beginnen we weer opnieuw. Dus ik weet dat het geen makkelijke job is. Maar laten we die job samen doen. Precies zoals de minister dat zegt. En ik heb ook gezegd, ik heb nog tot nu toe, heb ik als wettige vertegenwoordiger van de leraren. En de ALS en de BV, en de ALS is nu de grootste onderwijsvakorganisatie, zijn we nog niet gekend geworden in deze hele vernieuwing. En misschien heeft het ministerie het druk. Ik blijf positief en ik denk, misschien komt die uitnodiging nog. Maar betrek mensen vanaf het begin. Toch? En dan kunnen we zeggen, dit is wat er leeft onder mensen. En dan kan je dat bijschaven. Want kijk, nu hebben die leerkrachten instructies gehad om in het veld te gaan. Maar ze hebben geen concreet plan. Waar moeten ze naartoe? Wat moeten ze doen? Er wordt geen inhoud aangegeven. Dus er zijn een aantal dingen die gedaan moeten worden. Maar ook als je komt met afstandsonderwijs. De minister zegt, online lessen is niet verplicht. En gelukkig maar, want de mensen kunnen het gewoon niet betalen. Niet alleen leerkrachten. Want die hebben een salaris van 2500, hebben ze een huurhuis, hebben ze 2 en 3 kinderen, ze kunnen het echt niet meer betalen. Maar afstandsonderwijs, er worden lespakketten gegeven, lesmateriaal. Nu draait bij mij de vraag, wie gaat het betalen? Ook al betaalt het ministerie.
Maak dat duidelijk. Communiceer. Want als je een stukje rust wil in die samenleving, dan moet je communiceren. Als iedereen weet wat we moeten doen, dan gaat niemand klagen. Maar als je niet weet wat je moet doen, dan gaat iemand zeggen, moet het zo, moet het op deze manier, moet het op die manier. Ik heb gezegd, laten we overstappen naar tv-onderwijs. Ik heb begrepen dat het ministerie bezig is, maar het moeten geen vage bewoordingen zijn. Laat het meetbaar zijn. Laat het aantoonbaar zijn. Zeg bijvoorbeeld, we hebben wekelijks op, ik zeg maar, op Apinti of bij Trishul of bij SRS. Om zo laat hebben we zo'n programma of zo'n les wordt verzorgd. Dan weten die mensen. Want die leerkrachten bellen me om te zeggen: het ministerie praat over radioprogramma's. En maar we zien ze niet op de televisie. Ouders bellen me ook. En ik zeg ze: ik ga de minister straks vragen van wanneer begint het. Maar kijk, wanneer je zegt: er gaan tv-programma's en radio, we gaan het via radio en televisie doen, vragen ouders wel wanneer gaat het komen. Maar een ander voorstel heb ik ook gedaan van kijk, laten we de excellente leerkrachten, die heb je op alle scholen, betrekken en laten we die lessen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld videoopname doen. We hebben toen in de tijd met de VHP dat gedaan voor de verkiezingen en toen hadden we een tv-team en dan gingen we wekelijks een onderdeel doen, bijvoorbeeld rekenen of een onderdeel taal en dan werd het herhaald. En de aanvraag was heel erg veel, want kijk, heel wat kinderen zijn ook visueel aangelegd. Dus ze moeten de juffrouw zien, ze moeten die berekeningen zien, weet je. En er zijn een heleboel ideeën die je kunt meenemen. En dat is nou mijn punt. Iedereen heeft wel iedereen kan wel een steentje bijdragen. Maar belangrijk is dat we alles bij elkaar vergaren en dan beleid maken. Dat is de richting die we op willen. En hoe gaan we dat gefaseerd doen? Dat is mijn concern. En ik wil de minister daarover die vragen stellen. We hebben als parlementariërs een vergadering aangevraagd, omdat we zoveel klachten uit het onderwijsveld krijgen. En ik begrijp het ook terecht. Kijk, als ouders niet weten, als leerkrachten niet weten wat ze moeten doen, onderwijs is everyone's business. Iedereen heeft een kindje, iedereen heeft een nichtje, een neefje die naar school moet. En kijk, de leerkrachten zelf zitten bijvoorbeeld ook met problemen. Zij moeten zelf lesmateriaal gaan halen, maar zij zelf zijn ook leerkrachten. Wanneer gaan zij voor hun kinderen lesmateriaal halen? En dan heb je soms schoolhoofden die zeggen, nee, maar je mag de school niet verlaten. Ik heb nu bijvoorbeeld scholen die wel internet hebben, maar de directeuren van de scholen houden internet voor zichzelf. Bijvoorbeeld IMEA O3. De directeur houdt internetcode alleen voor zichzelf, is alleen voor directie. Ik bedoel, hoe kan je nu in deze tijd van COVID in je hoofd halen om internet alleen voor jezelf te houden? En dat van die Kalidien school is ook hetzelfde is in Komowene. Leerkrachten hebben me gebeld van, voorzitter, we hebben geen internet thuis. Wanneer we naar het schoolhof gaan van, laat ze ons die code geven, dat we tenminste gaan gebruiken om aan die ouders door te appen, dan mag dat niet. Dus ik denk dat ik dat onder de aandacht breng van het ministerie, dat er ook op de scholen, waar het niet goed gaat, moeten we het mes in kunnen zetten. Al ben ik een vertegenwoordiger van de leraren, maar ik zeg, we kunnen niet hebben dat directeuren op scholen doen alsof zij internet, dat internet alleen voor hun is. Nee, geef het vrij, laat de leerkrachten gebruiken, laten we samen dingen doen. En laat het niet gedirigeerd worden, want je bereikt er niks mee. En ik blijf het zeggen, een onderwijsvernieuwing, hoe goed het idee ook mag zijn, het is gedoemd te mislukken wanneer je geen draagvlak hebt. En dat draagvlak moet gezocht worden. En het grootste draagvlak ligt bij de leerkrachten. Zij zijn per slot van rekening de uitvoerders. Dus ik hoop dat met de inzichten die ik met het ministerie wil gaan delen straks als voorzitter van de vaste commissie onderwijs, maar ook als voorzitter BVL en als, dat die inzichten ook worden meegenomen, dat we samen gaan kijken hoe we uit deze impasse kunnen geraken. En dat we zeker ook een beroep kunnen doen op de minister van Financiën om geld vrij te maken uit onze COVID-fonds, dat goedgekeurd is in DNA, omdat dat geld is daarvoor geallockeerd, dat we dan dat gebruiken voor de scholen die nu geen internet hebben.